tanken! Inboxen nu, inboxen nu. Locatie. Oh. Yes mensen, tot natuurlijk kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn. En ja, ik zal niet heel uitbundig praten, want ik heb echt achterlijk veel last van mijn keel en stem. Maar ja, er moet toch even een intro opgenomen worden. Dus bij deze. Ik heb hier weer een videootje voor jullie, waarin Max en Toast er vandoor gaan met de panto. En ze zijn ons heel hard aan het trollen en ze naaien hem overal tussendoor en het schekhuis in. Maar ja, dat in ieder geval. Doe zeker te weten even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook zeker even niet te abonneren hier beneden, dat is heel gratis. Dat zou ik super tof vinden, dus check het even. En laten we ook gewoon weer voor de 500 likes gaan, dus like gewoon even de video. Dat zou ik super tof vinden. En dan gaan we nu gewoon starten met de video. Veel kijkplezier. En jij de rijden ze recht voor ons. Hier naar rechts zo. Rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Hier naar rechts. Ze rijden zo'n groen autootje. Groen autootje? Ja, echt zo'n toosauto. Oh, zo. Ja, daar staat hij, daar staat hij. Kijk, 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 rechts, rechts, rechts. Waar rechts? Ja, waar rechts? Ben je blind? Oh, daar, ja, nee. Links staat ook een groene auto. Oh, ja. Oh. Ja, dat is hem, dat is hem. Dat is Toos. Ben je er? Even kijken of dingetjes er ook in zitten. Ja, kijk maar. Het zijn ze allebei. Goeiedag! Ja, we sturen nog even uitstappen. Nee, nee, nee. Stap erin, Bjorn. Bjorn, dat gaan we niet doen. Marcus! Okay, even, even officieel doen, stopteken aan. Oké, okay, ik stap uit. Hallo, hoor je ja, mij? Ja, ik hoor iemand. Hallo, ik hoor wat gepruttel. 100 miljoen keer, ik ben mijn stembanden uit en aan doen. Daarom staan we stil, het is niet eerlijk. Ja, het is niet eerlijk. Rijden, ja, mijn stembanden deden het niet. Ja, nee, we hebben jou gewoon op een goede manier gevonden. Van uiten, maten goed spullen. Oh. Oh, hij gaat, nee, oh. Maar nou, nee, dit gaan we niet doen. 6, 1, 8, volging, groene panto. Hier zit een mogelijke toos en mogelijke pakkers. Elgin Avenue bij de parkeerplaats achter de Bordpark Bankover. Ja, positief gekoppeld. Rijden nog steeds bij parkeerplaats achter de Bordpark Bankover. 2012, koppelverzoek. Ja, positief gekoppeld over. Kijk, joh. Maat! Ja, jongens. Ja, was goed. Bjorn, wacht tot midden 1 neer te komen. Gaan inmiddels de steeg in richting de bouwplaats aan de Elgin Avenue over. Gaan rechtsaf bij de bouwplaats. Rijden weer terug richting Blokkenpark over. Ja, gaan de steeg in negatief. Rijden terug weer richting Blokkenpark. We gaan even koppen voor zoeken over. Ja, positief gekoppeld. Rijden inmiddels achter de Mo en Zone parkeertrein over. Probeer te breakchecken. Ga je in ieder geval naar bij de hookah lounge inderdaad. Oh! Dat komt even een beetje aan wat te rammen, let maar even goed op. Ga je de hookah lounge voorbij. Als je weer richting de hooitage draai je af, komen we terug bij dat bouwterrein. Gelieve te leiden en ook op markt. Ga je. Ja, gaan we rechtdoor richting de Chinese car dealer over. Ja, ik weet niet zelf uit afstand. Gaan linksaf bij de wapenshop over. Gaan daarna. Hier. Gaan we daarna weer linksaf. Rijden nu bij Blokkenpark Bank over. Hallo! Ja, helemaal eens pakken. Oh, kijk uit. Laat die al heden, laat die al heden maar voorbij. Ja, we remmen voorbij. Ja, ik zit achter het voertuig. Op dit moment rijden we op de Strawberry Avenue uit. Voertuig slaat rechtsaf in de Sins Boulevard. Gaat op dit moment voor de NWSF. Er zit een Ferrari in de, achter de voertuig aan. Hier de 4206 ster aan de 205501. Let op voor eigen veiligheid. Hij heeft een oogje op braincheck over. De 29 ja, Ferrari is van die andere ook al. Even denken! Inboxen nu, inboxen nu. Inboxen op locatie. Oh! Ik probeer die Ferrari even te blokken.
Ja, zet het maar. Ik ga het even afstand nemen. Oh! Gerard! De locatie. Gerard, wat doe je? Staan blijven, politie. Staan vuurwapens op je gezicht. Bjorn, jij denkt je blijft zitten. Nee, dit gaan we niet doen. Hij rijdt. Rij achter die andere aan. Alta Street, noordelijke richting nu. Volgas. Maar dat ding gaat niet zo hard. Lanken met je poot. Ja, jongen. Ik zit op de bodem. Rij je met dat oude lijk van je. En hebben dat ik hem zou, hè. Ik zweer het je. En we gaan er weer door. Jongen, neklem, ik zweer het je. Ja, pas maar op, blijf er maar een beetje achter. Laten ja, maar, ik had wel een hele tijd voor. We gaan hem echt inboxen. Zijn auto. Mijn auto! Ja, ik naar voren. En nou is die lul. Oh, shit, ja. Ik ga rennen. Doe maar. Van de tjus staan blijven. En hebben dat ik hem zou, hè. Sorry, hop. Goed, motor gaan. Zes man tot eenmaal AT. Meneer Van Plakkes. Meneer Van Plakkes. Je hebt nieuw haar. Wat zeg je? Je hebt nieuw haar. Ja, zegt. De gemeente heeft bepaald dat ik nieuw haar moet hebben. Jij bent ook... Hoezo? Jij hebt ook nieuw haar. Hij lijkt net ja, dat klopt. Hij lijkt net Elvis Presley, man. Jij bent daar is oud, Rick. Wat zeg je? Jij lijkt oud. Ik ben niet oud. Hij lijkt het alleen maar niet. Maar nu je toch bent, kan je me niet hieruit helpen met je corrupte trucjes? Oké, dat mag ik natuurlijk niet hard op zeggen. Maar... Dus. Hey, maar... Nou, wij lopen wel even weg. Heb je ID-kaart voor mij? Nee. Nou... Die heeft hij wel. Jawel. Zeg, meneer Van Plakkes. Gaat het, meneer? Gaat het? Oh, je bent er wel van opgeknapt, moet ik zeggen. Hey, dus meneer draagt de politie rode shirtjes. Jullie waren de eerste ene erachter, hè? Ja. Yes, top, yes. Jorn. Ja, wat? Yes. Wat zegt ze? Hey, meneer Van Plakkes. Loop hey. Even met mij oh. Als je wil. Hey. Nee. Dag, meneer Van Plakkes. Hoe staat het met u? Goeiedag. 27 juni. Zo. Wil 27 juni. Nee, hij wilde wel één telefoontje en hij belde net Jan. Ja, ik heb nog niks afgeteld. Nee, hij wilde niks, hij zei dat het geen zin had dus. Nee, dat klopt, dat heeft het ook niet. Oké, jullie mogen zelf de veroordeling doen, dat vind ik helemaal prima als je toch geen advocaat wil. Alleen ja, dan doe ik wel heel eventjes de... Spanning. Hoe noem je dat? Even voorgeleiding. Ja, dus, maar ik heb tot 27 juni om ze af te betalen. Rechtmatig is en blablabla. Ja, precies. 18 dagen gaat goed. Ik ga ze de laatste nog allemaal afbetalen. Ga ik dat even doen. Mooi. Ja, best. Hey, oh, daar gaat ja. Dan, hè? Ja. Dus ik nog netjes aan u voorstellen. Ik ben Rick Dutch. Hoezo stel je je voor? Ja, moet je luisteren. Ik ben hulpofficier van justitie namens het Openbaar Ministerie. Ja. Zoals mijn collega's ook u verteld hebben, u bent aangehouden in verband met het vluchten voor de politie, roekeloos rijgedrag, artikel 5 van de Wegenverkeerswet en een openstaand VTA die u nog op uw naam heeft staan. Oh, dat is niet waar. We gaan het ja, nu zeker. Vieren. Die heeft u dan. Bewijs. Ja, die hebben we. Welke wijs? Derhalve ga ik u bij deze nogmaals even uw rechten vertellen. U heeft het recht om te zwijgen, u heeft het recht op een advocaat. Indien u geen advocaat zou kunnen betalen, wat mij erg sterk lijkt, dan zou u ook nog een advocaat toegewezen kunnen krijgen namens het Openbaar Ministerie. U heeft het recht op medische zorg, u heeft het recht op een tolk als u de Nederlandse taal niet machtig bent. En zelfs dat bent u wel, dus dat hoeft ook niet. Heeft u de rechten zoals ik ze heb voorgelezen en als dat ook door mijn collega's is gedaan, begrepen, meneer Van Plakkes? Ja. U heeft ze begrepen, dat is heel fijn. Bij deze kan ik u vertellen dat de aanhouding die heeft plaatsgevonden doelmatig en rechtmatig is. Ik heb gesprek gehad met de collega's, het openstaand VTA was reeds goedgekeurd door het Openbaar Ministerie. Ik heb niks gedaan! Derhalve is de VTA die op uw naam staat rechtmatig. Nee, ik heb helemaal niks gedaan. Wilt u gebruik maken van een advocaat? Nee, die heeft wilde niet komen. U wilt geen advocaat? Oké, helemaal goed. Heeft u ik wil gebruik maken van mijn belletje. Nee, die heb je al gehad. Dat is niet waar, je hebt geen bewijs. U heeft geen recht meer op een belletje, meneer Van Plakkes. Het enige belletje waar u recht op had, was op een advocaat. En die mag u zelf niet bellen, maar die bellen wij. Oké. Dus het feit dat u al heeft mogen bellen van mijn collega's is eigenlijk al een uitzondering die we voor u gemaakt hebben. Ik heb toch altijd een recht op een belletje? Negatief, dat is alleen maar in de films. Dat is een fabeltje. Dat is een fabeltje. Waarom gebeurt het altijd hier? Elke keer als ik hier ben, mag ik bellen.
Ja. Ik kan u bij deze stellen. Officieel gezien heeft u geen recht op een telefoontje. U heeft het enige recht wat u heeft is het recht op een advocaat. En als u een advocaat wil, dan bellen wij die voor u. Dat is hoe de handelingen zijn. Heeft u op dit ogenblik enig vorm van letsel opgelopen ten tijde van de aanhouding? Gaan we dan naar het ziekenhuis als ik ja zeg? Nee. Nee. Dat is het idee. Nee. Heeft u nog enigszins verwondingen waar u op dit ogenblik per acuut direct medische hulp voor nodig heeft? Gaan we dan naar het ziekenhuis? Nee. Nee. Dan heeft u ze niet. Nee. Dat is heel fijn om te horen. Ik ben zo blij met jou. Nou, dan kan ik dus bij deze vertellen dat mijn collega's u verder gaan veroordelen. Voor zover ik het op dit ogenblik heb begrepen, staan er een tweetal verzoeken tot aanhouding zelfs voor u open. Tweetal? Ja, volgens mij één. Ik heb maar één VTA, maar die is niet eens terecht. Ik heb helemaal niks gedaan. VTA en het zou nog wel aangifte tegen. Nee, wie heeft er aangifte gedaan tegen mij? Ik ben altijd aardig tegen iedereen. Behalve het feit dat ik Annabel toen had ontvoerd. Die ene hebben we natuurlijk al afgehandeld. Ja, nee, ik snap hem al. Die open staat is ook niet mis, maar... Ja, goed, 67 maanden, plus nu nog eens een keer vluchten voor de politie en artikel. 60. Dus dat is 67 maanden, dan komt er vluchten voor de politie bij, dat is 5 maanden erop, dus ik 72 maanden. Dan komt er nog eens een keer artikel 5 van de Wegenverkeerswet bij, dus dat is 6 maanden. Heeft hij een rijbewijs eigenlijk? Ja, ja, maar die heb valt ik sowieso onder artikel 5 van de Wegenverkeerswet. Dus, Ja, ja, hij heeft wel een auto rijden. Hij heeft een rijbewijs. Ik heb hem gehaald. Ik kan er heel goed mee omgaan. Ja, ach, kijk nou eens. Nou, ik kwam wel weg de eerste keer. Nou, ik moet nog zeggen, het is wel goed zo gereden, ja. Goeie idee. Voor jou, Bjorn, die ga ik zo meteen weer doen. Ik heb een heel goed vast goed af. Even kijken hoor, wat hebben we? Oh, ik zie een tweetal auto's op naam staan. Ja. Een Lamborghini Aventador. Yes. En een motor. Een Yamaha R1. Ja! Nou ja, het klinkt me wel vrij. Ja, nee, ja, oké. Okay, nee, ik ga zo nog even een. Ja, nee, dat komt goed, joh. Wat ga je doen? Ga je doen? Ik ga even een notitie maken dat op het moment dat jij op 27.6 niet al je bekeuringen afbetaald hebt, dat we de Aventador in beslag gaan nemen. En dan? Wanneer krijg ik hem dan terug? Nee. Als je al je bekeuringen afbetaald hebt. Krijg ik hem dan terug? Dan pas, ja. Correct. Dat komt goed. Dus ja, ik zou ze maar betalen als ik jou... Ik kan wel lang uit jullie handen blijven, in dat opzicht. Nee, dat zien we. Dat hou ik hem gewoon bij mijn huis. Oh. Heel goed. Maar ik kan je één ding zeggen, je kan wel goed achteruit rijden. Ja! Doe goed, hè? Nog niet goed, hè? Was allemaal gepland. Dus, ja, ja. Niet goed, gelukkig. Nou, hey, wie gaat hem zijn bekeuringen uitschrijven? Ik! Die zijn al uit. Nee, die zijn al uitgeschreven. Hallo! Nee, ik heb net al factuurtjes binnengekregen. Oh. Die heeft ze uitgeschreven. Wie wat hoort niet trouwens? Bezoeker bij de receptie. Hey! Er is een bezoeker. Leuk. Wie heeft er Ja, weet ik niet. Ik weet niet. Nee, dat is echt niet gelogen. Ik beloof het. Alles beloof ik. En het is geen grap. Ik kreeg serieus net boetes. Van jou had die misschien verkeerd gekregen. In verband met het voertuigwrak op de weg laten staan. Oh mijn god, dat meen je. Dat meen je. Ja. Dat is die auto die... Oh nee. Rick, die auto die staat voor rode garage. Die staat er al iets voor 3 of zo. Ja, nou ja, daar heeft hij niet een bekeuring. Nee. Maar ik kan hem toch niet weghalen als ik hier ben. Maar, goed. Hey, mag ik de eer of wil iemand anders dingen? Ja, doe jij de eer, maar joh, daar wordt hij heel blij van, heb ik gehoord. Je mag zo vergeven, maar mijn... staat een bezoeker, jongens. Er staat een bezoeker. We kunnen ze ook dubbel geven. Sanctiemenu, nee, dat gaan we sowieso niet doen. Wow. Ik ga aan de kant. Meneer Van Plakkes. Hallo? Hey, wat nee, 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 nee. Ik ben vrij. Nee, 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 ik ga niet rennen, geen zorg, ik ga niks doen. Marcus! Hey, kom jij eens heel gauw hier. Nee. Wat gebeurde er? Nee, we gaan er een stokje voor steken. Nee. Ik ren toch naar binnen, wat doe je nou? Ik ren toch naar binnen? Nee, maar Toos niet. Nee. Ik belemmer jullie! Ja, je kan Toos! Auw! Auw! Toos! Nee, Toos! Oh, hey, oh, oh! Bij mij was je hey, hey, Rick! Doei! Ja, hoe is het? Je belt me! Ik wist niet dat dat ging gebeuren oprecht. Dat kwam omdat ik wilde op de ding staan, maar ik klikte per ongeluk dubbel. Nou, dus... Dan weet ik dat ook weer, dat ik zo weg kom voortaan. Nou, yes! Oké.
Als je die minuten in de gevangenis. Van plaats. Yes. Nou, ja, wat hebben we dan allemaal? Dan gaan we eens even naar zijn VTA kijken, hè. Even kijken, hoor. Een Sint-Korps komt erbij. Ja, het duurt echt lang. Ik was eventjes vrij. Oeh, ik heb even geproefd hoe vrij hij is. Jongens, wie rijdt er vast richting het cellencomplex? En dan wordt het ontvangen. Poging tot ontsnapping? Deze maat die gaat. Van een ontsnapping. Burger. Dat is een dure. €3500. Hoppa. Oh, maar dat wordt. Maar we hadden afgesproken de €44.000 afbetalen voor 27 juni. Niet wat er nog bij kwam kijken. Nee. Niet wat er nog bij kwam kijken. Dat is niet waar. Ik heb nooit een winkeloverval gedaan. Je hebt geen bewijs. Ja, zeker te weten wel. Hoezo? Wat is je bewijs? Nou, wat dacht je van het feit dat ik letterlijk recht voor je heb gestaan? En dat jij tegen mij hebt gepraat en dat je mij nog geprobeerd hebt om te kopen? Ja, nee, er is wel een. Er is wel een afspraak gemaakt met meneer, dat alle boetes voor, excuus, vanaf 0306, excuus, ja. En eerder allemaal af zijn betaald. Ja, de 27ste. Ja, de 27ste. Ja, 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 dat klopt. Maar goed, daar komt hij dus, hè. Het plegen van een gewapende overval op een winkel. Oh god. Nou, die kreeg je namelijk ook. Klinkt niet goed. Meneer Van Plakkers. Ja? Oh nee. Mag u deze een voorstel doen namens onze hoofdofficier van justitie? Ja? Onze hoofdofficier van justitie geeft u een keuze die normaal gesproken geen enkele, maar dan ook geen enkele krijgt. En het is? U mag of... Vrijheid. Nee. 48... Nee, we blijven wel bij ons standpunt. 48 prikjes gaan doen? Nee. Ik vind 48 prikjes eigenlijk. Weet je hoeveel 48 prikjes is? Nou, ik zat een omdraai. Ik zat dan 84. Ja. Maar Rick. Rick, misschien moet je dat even overleggen met Renzo. Ja. Maar Rick. Ja, dat 48 wordt omgedraaid. Oh, ja, er wordt hier voorgesteld om 48 om te draaien. Dus dat we er 84 van maken. Maar 48 is al wel heel veel. Hé, maar Rick, laat Rens ook even overleggen of even beslissen of hij zijn rijbuit mag houden. Ja, nee. Hoor. Nee! Die is hij sowieso kwijt. Nee! Geef terug, alsjeblieft! Nee, alweer! Gast, weet je hoe goed ik reed? Weet je hoe goed? Jullie beuken tegen mij aan! Jullie zouden je rijbewijs kwijt moeten raken! Meneer Van Plakkers, bij deze de keuze: 48 keer prikken of 60 maanden in de gevangenis? Nou, doe dan maar prikken. Echt waar? Ja! Zo! Oh, prikken! Ja! Kan ik nog een beetje gezellig zijn? Dan kan ik Bjorn lekker niet aandoen. We gaan jou lachen. Nee, we gaan blijven weg. Hele korps optrommelen. Nee. Afstand nemen alsjeblieft. Iedereen afstand nemen. Bjorn, kom, we gaan ervan. Kom. Iedereen afstand nemen, jongens. De prikjes niet, hoor. Nee, wacht. Iedereen afstand nemen. Wacht. Dus iedereen kop op met Sven. Ja, Sven, heb je de verkeerde weg gestuurd? Oh nee, jammer. Ja, ik ga ook zeker rijden. Ja, ik zou Bjorn niet laten rijden. Hij zei net ook al op HB tegen mij van, wil jij rijden of zal ik rijden? Ik zeg maar, mij geen donder uit. Hij zegt, nou rij jij maar. Hij zegt, ik sta niet zo bekend dat ik goed kan rijden. Goed zo Jorn. Je leert het een keer. Oh god. Hey, nee. Ik dat ik voor de deur sta. Oh, dit was echt een goede safe. Ik voelde aan. Wat zat er bij de balie? Oh, wacht, ik heb nog wel je ID-kaart voor je. Zat een bezoeker bij de balie. Ik wil weg. Laat me help. Help. Die hoef ik niet. Jorn, je bent te dik. Aan de kant. Help. Bjorn, ga nou aan de kijk, kant. Kijk, hij kan hem niet geven. Nee. Rick, je kan. Nee, laat me met rust. Je kan nergens heen. Ik deed het uit liefde. Liefde! Ja. Kom, agenten komen ook. Nee. Ja. Waarom? Ja, ze komen hier letterlijk heen om me uit te lachen. Met z'n allen. We hebben hem. Nee, dat vind ik echt niet leuk. We hebben hem. Ik had echt gewoon de straf moeten nemen. Het was dit of het was bijna 78 maanden of 60 maanden gevangenis. Wat heb je gedaan? Ja, helemaal niks. Ik ben onschuldig. Dat is het ergste. Hier op de grond ligt nog een blikje. Kan je me niet meenemen? Ik snap. Hoe groot zijn mijn ontsnappingskansen hier? Niet heel groot. Nu niet heel erg groot. Nee, hè? Nee. Ook niet als ik even jullie auto's pak. Nee, ook niet. Ga schoonmaken, joh. Ja, daar ligt nog een blikje, hier ligt nog wat rommel. Daar ligt nog wat. Daar ligt nog een kauwgompje. Daar zie ik nog wat. Ik moet dat zand wegvegen naar een ander plekje. En hier zie ik ook nog wat. Wat dan? Hij heeft ook gewoon geen mogelijkheid om dit te omzeilen. Hij heeft ook gewoon geen mogelijkheid om dit te omzeilen. Heerlijk. Ik snap absoluut het nut ook van wat ik hier doe. Nee, ik snap het.
Staat je wel goed? Ik denk dat je baan bij de vuilniswagen moet gaan zoeken. Ja, ik snap het. Kijk, ik heb nu het zand verschoven van dit plekje naar dat plekje. Ja. Maar ja, oké. Okay. Nou, Oh! Nee. Hey! Zo! Zo, je staat ineens op de auto. Postcode-doos, ik kom er niet uit. Ja! Wat is er gebeurd met je? Jan, help! Wacht, ik help. Ik zeg, gaat het, Jan? Ja hoor. Oh.